Bubbly. Nou, vandaag weer iets heel anders dan normaal. We gaan vandaag een verbouwvlog beginnetje laten zien. Ja, wij gaan namelijk de badkamer verbouwen. En jullie gaan het helemaal meevolgen hoe het helemaal gaat en alles. Dus we gaan jullie elke avond laten zien hoe het is. Ja. En we hebben nog wel een dingetje, want we hebben niet één badkamer, maar we hebben twee badkamers. En een wc. Ja. En we dachten, joh, dat is allemaal leuk in dezelfde tegels, maar dat betekent wel dat ze overal in huis puin op gaan maken. Ja. Ze gaan er alles uitbreken, dus ik denk dat ze wel een weekje of drie bezig zijn in totaal. Maar goed, maakt niet uit. Ik zal jullie even laten zien hoe we het zouden willen. Ja. We hebben... Lopen naar de badkamer. Ja, dat is goed. Ja. Lopen naar de badkamer. Nou, dit is dus de hele badkamer. Ja. En als ik de tekening even zo hou zoals die gaat worden. Dan, ik sta nu met mijn rug hier tegen de muur. Deur. Wastafel komt op dezelfde plek, maar dan helemaal nieuw. Dan daar achter in de hoek waar nu ook de douche zit, komt in plaats van die halfronde douchebak, komt die helemaal recht toe, recht aan. Dus er komt een muurtje worden gebouwd. Daar komt dan de glazen douchewand tussen. Mooi. Met zo'n hele mooie goot in de vloer en helemaal prachtig. En dan hebben we daar dus aan de andere kant van het muurtje staat dan de wc. Die staat nu scheef, die komt zo meteen recht. Inbouw, zwevend wordt die helemaal mooi. Nou, en dan komt er hier nog een elektrische verwarming. Elektrisch, ja. Oké, okay, ja. Dus ja, dit is dan een beetje de tegels. Want daar loop je dan... Dat is het poeshok. Poeshok. Poeswc. Ja. Oké. Grote tegels op de vloer. Als het goed is worden deze muren worden dit. Deze muur wordt in de lengte houtnerfachtig spul. En deze kant wordt grijs. En daar ook. Maar houtlook. Ja, het zijn tegels met een houtkrintje. Stenen tegels in houtlook. Ja, dus het lijkt alsof er hout zit, maar dat is dus niet zo. Oké. Okay. En de meubelgebeuren is ook allemaal in hout. Mooi. Dus we gaan het zien. Okay. Ja. En dan heb je die andere nog. Ja, nog een badkamer. Dus die andere. Ja, hier is de andere. Zo, die is allemaal leeg. En hier waren we natuurlijk met het badverhaal bezig geweest afgelopen jaar. Ja, hier zal het zo houden. Ja, we hebben natuurlijk al gekeken. Hier was natuurlijk de lekkage. Natuurlijk, daar is dit allemaal begonnen. Ja. Dus het bad wat nu hier staat, gaat zo meteen die kant op. En de wc van daar komt aan deze kant. Kijk, wc, bad. Geef aan de kant. Zo, ja. Dus die komen ongewisseld. Oké. Hier komt dan een laag muurtje tussen. Ja. En dan... Daar komt een hoge muur tussen. Oké, okay, ja. Zodat je daar ook de shampoos en zo in kan zetten. Met een schuifwand ook weer. Ook met dezelfde vloer die zo mooi in die goot afloopt. En wastafel met bovenkast ook helemaal weer in houtlook. Dus we gaan helemaal uit hout. Oh, kijk daar zit het recht op. Ja. Daar stond het recht op. Dus met een grijze vloer erin en dan deze muur wordt weer grijs. Ja. En die muren worden wit en die wordt hout. Nou. En alle tegenstand naar het bad gaat eruit, alles op. Dus het wordt één grote grijze bouwput. Ja. Allemaal stof. Ja. Nou, de bedoeling is dus eigenlijk dat we gewoon komende weken elke dag even heel kort jullie het hoofd houden. En dan gaan we hem achter elkaar zetten. Wat een beetje veranderd is. Zodat het allemaal kan zien wat er veranderd is. En dan kun jij over een paar weken... Een bubbel ding. Dus dat is wel lekker. Nu hangt daar nog ook nog een verwarming. Die gaat ook weg. Want waar? Dan krijg je hier een elektrische verwarming. Waar komt die? Hier. Oh ja. Maar zij zijn nog wel even mee bezig om overal stroom en alles heen te doen. Ja, dat is zeker. En wat doe je plafond? Oh, plafonds. Ja, die wordt iets verlaagd. Ja. Er komen sportjes in. Dus het wordt ook helemaal mooi strak en netjes. Dus dat komt helemaal goed. Oké, okay, leuk. Leuke opdracht. Wat voor kleur plafond? Wit. Oké, wit. Ja. Ja, maar we gaan er wel een nieuwe sportjes in zetten. Oh, joe! Alleen wat ik op papa de licht aanpassen. Nou, dat is. En jij ook. Ja. Maar gelukkig hebben we ook nog lampjes op het kastje. Ja. Die kunnen we gewoon aandoen en die kan op afstand niet uitzetten. Oh, oké. Okay. Nee. Hey, top jongens, we worden vanaf morgen beginnen. Ja. Maandag beginnen. Spannend. Nu ons leegmaken. Yes. Ja, ga jij als eerste op de grond slaan? Ja. 1, 2. Mag ik gewoon een kleine hart? Ja, onder. Hier op de waarde was daar onder, hè? Onderding. Hier, dit. Ja, dat ding, ja. Ja, oh, nog een keer. Ja. Nog een keer. Ja. Oei, joh! Ja, doorgaan. Ja. Ja, terug zitten. Ja. Want anders loopt de bovenkant, de waterleiding. Ja. Ja.
Oké? Oké. Nog eentje aan de andere kant. Hier. Ja. Hier, hoger. Hoger. Oh, hoog, maar slaat toch. Ja. Met het punt van je, met je punt van je arm, in je hoekje. Nee, ja, zo. Ja, ja. Komt er niet doorheen. Dubbel wens. Ja. Hier dan. Nee, anders nog zonder even. Leuk, die handschoenen. Ja. Ja, ja, door. Ja, ja. Ja, doorgaan met het punt van de punt in de hoekje. Ja, pas wat bedoelt zo'n puntje. Een puntje slaan. Zo'n puntje. Ja. Ja, goed. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, heel goed. Wacht even. Ja, hallo. Ja, ga maar door. Misschien van de andere kant eventjes. Om is het op? Om is het een chassé. Jeetje zeg, nou als het over de hele tijd zo gaat dan Ja, heel goed, nog een keer. Zie je me. Ja, hey. Hey. Ja, hoor. Het begin van het einde. Nou, heel goed gedaan, topper. Nee, ik heb gesloopt. Ja, je bent goed bezig. Ik heb gesloopt. Je hebt gesloopt. No, ik heb gesloopt. Je bent goed bezig, zie ik. Even de trap aan het inpakken. Ja. Oké. Okay. Ja, en wat doe je dat voor? Morgen gaat ze natuurlijk slopen. Ja. En die schoenen zijn een beetje vies. Ja. En we hebben een witte trap. Ja, en witte dingetjes zitten, steentjes zitten eronder natuurlijk. Ja. En puin. Van alles en nog wat. Van alles wat. Dus je hebt nu al aantal treden gedaan. Heel goed. Ja, mag ik even pakken. Ja, ik ga even pakken. Hoeveel treden moet je nog doen? Aardig wat toch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan deze. Ja, en dan die nog. Nou ja, goed. Dat, we zijn goed bezig met z'n tweeën. Ja. Nou, volgens mij ben je nu redelijk klaar, hè? Ja. Oh, hieronder nog een stukje. Oh. Ja, hebben we hier dan dat gaat ronddraaien natuurlijk. Dus, kijk, hieronder. Een beetje moeilijk stukje karamel, zoiets. Ja, zoiets. Ja. 20 lagen tape. Ja, dat moet ook een paar weken blijven zitten. Ik denk dat de jongens nog zeker wel 3 weken bezig zijn. Denk langer. Ja, denk je langer? Ja. Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Nee. Ik denk het wel. Nou, dit is wel even goed gedaan, Aipi. Joehoe. Alright, goed bezig. Dag 2, jongens. Ze zijn net vertrokken. Ik ben hier in mijn eentje. Ze zijn net vertrokken. Ik zal jullie even laten zien. Misschien zien jullie het al een klein beetje. Ik weet niet of jullie onze oude badkamer herkennen. Maar ik denk wel dat jullie het een klein beetje herkennen als ik het nu zo meteen omdraai. Ja, laat ik het maar gewoon laten zien. De douche is weg, jongens. De wc die stond daar, die is ook helemaal weg. Alleen de wastafel staat er nog. Maar voor de rest is eigenlijk gewoon alles weg. Hier achter de centrale verwarming moeten ze nog wel een stuk weghalen. Mijn kamer zit natuurlijk gewoon hier schuin naast. Dus ik heb echt de hele dag wel een oorbeschadiging gehad. Want ze staan natuurlijk aan twee kanten nu de tegenstraf te boren. Ze zijn nu weg. Dus nu is het eindelijk even rustig. Maar ja, dat dus. Dus ja, zo ziet het er nu in deze badkamer. Badkamer 1 natuurlijk. Zo ziet het er nu uit. Echt heel kaal en saai en zo. Ik ben gelukkig vanmiddag weg. Vanavond, want ik ga bij mijn oma logeren. Dus ik heb morgen geen oorbeschadiging. Dus daar ben ik wel blij mee. En ik zie hier dat ze ook nog een stukje van het tegel moeten weghalen. Dus ja, laat ik nu maar even gaan naar de andere badkamer gaan. Om te kijken hoe het daar is. Er ligt natuurlijk alleen maar houten platen op de grond en van alles. Nou, in deze kamer ben ik persoonlijk ook nog niet geweest. Ik ben natuurlijk alleen maar, als ik voorbij liep, zag ik natuurlijk alleen nog maar de badkamer daar. Maar in deze badkamer ben ik persoonlijk ook nog niet geweest. Dus ik zie het nu voor het eerst. En ook hier is het eigenlijk bijna hetzelfde verhaal. De wc is weg, die stond hier. Of nee, die stond hier, zo. Ik ken echt mijn badkamer super goed. Die stond hier zo, de wc.
Hier stond de douche. Zoals je wel een beetje kan zien. Kijk hoe stoffig het is, jongens. Echt. Kijk dan. Het is echt niet normaal. Lach. Heel stoffig is het hier. Dan heb je hieronder heb je het bad. Hier kunnen we ook een beetje naar onder kijken. Waar we vorige keer heel veel moeite hebben ondergedaan. Omdat we naar onder moesten kijken. En ook hier zijn hier zo alle stenen zo goed als weg. Alleen nog wat cement, denk ik. En hier zijn nog wel merendeel stenen. Dus ik weet niet waar ik last heb van gehad. Ik denk van dit. Dit heb ik zeker weten gehoord in mijn kamer. Want op een gegeven moment dacht ik gewoon... Oké, ik hoor mijn muziek niet meer. Het was gewoon zo hard. Dus ja, op een gegeven moment ben ik boven bij de katten gaan zitten. Want daar was natuurlijk veel minder lawaai. Maar ook dit, het bad. Ik ga het heel even zo een veegje. Ja, kijk dan. Heel mijn vinger is gewoon helemaal wit. Van het stof hier zo. Dus dit is even de uitslag van dag 2. Nou, ik ben weer thuis. Ja. Eerste dag van de verbouwing. Nou, ik begreep dat je al hiervoor heb je al wat gefilmd. Maar ja. Ik hoor ook even, je tand is los. Ja. Eens kijken. Zo. Nou, ja. Die is goed los. Nog één keer kijken. Nou, die verlies je zo meteen gewoon. Mm-hmm. Maar goed. Ik begreep van de foto's die ik heb gezien dat er aardig wat al verbouwd is. Ja. In ieder geval gesloopt. Ja. Laten we even kijken. Laat me even zien. Ik bedoel, yes, ik ga even voor. Ja. Ja. Zo. Ja. Nou, ik denk dat we eerst hier naartoe gaan. Ja, ga hier maar heen. Dus de badkamer heen. Ik zal even het lampje aanmaken. Kijk. Dat is al eventjes een... Dus ja, zoals vertel eens even. Daar stond de douche. Ja, daar stond gisteren de douche nog. De douche nog? Ja, die is al weg. Ja. Dat is wel helemaal tegeltjes aan eruit. Ja, en hier stond de wc. Ja. En hier staat de wastafel nog steeds. Oké. Okay. Ze moeten hier achter nog slopen. Ja. En ze moeten dit stukje nog slopen. Maar ik begreep dat daarachter, er zaten dubbele tegels. Oké. Kijk, want als ik zo even inzoom, hier bovenin zie je nog de oude tegels. Dus er waren tegels op tegels gedaan. Ja. Dus de vorige bewoners, die hebben tegels op tegels gedaan. Ja. Dus dat is eventjes wel een puntje. Ik denk, oké. Maar goed, ze hebben nu een blanke muur. Ja. En dan moet er nog ingefreesd worden. En deze muur is ook gedaan. Ja, deze muur is ook helemaal vrij. Daar is een stroompuntje. Ja. Hey, dat is handig. Ja, dat wisten we niet eens. Nee, wisten we niet eens. Er zat daar een stroomdingetje. Oh, we hadden hier een ventilatortje wisten. Ventilator daar in de naam. Dat ziet er ook goed uit. Kunnen ze lekker een beetje ventileren. Ja, maar ik heb dat boren. En hier een stroompuntje. Ja. Ja. Dat boren, dat was zo vervelend. Oké. Want in de andere badkamer zijn ze namelijk ook begonnen met slopen en alles. Dus alles tegelijkertijd. Dus eerst was het alleen in die badkamer. Ja. Daar was het eigenlijk eventjes stil. Toen begonnen ze hier. Toen was het eigenlijk weer even stil. Toen begonnen ze aan allebei de kanten. En ik zat op mijn bovenbed. Dus het was echt wel... Bovenbed? Of op mijn, ja. Op je bovenbed? Ja. Ja. Nou. Dus in het begin dacht ik echt... Oké. Nou, laat me even die andere zien. Ja, let's go. Laten we nou even in de tweede ruimte kijken. Ja. Zo, ik dan even omdraaien. Hup. Nou. Ja. Zo. Ik heb dus denk ik het meest last gehad van dit boorwerk. Ja, dat is wel een aardige... Ja, ik denk dat ik daar vrij veel... En hier zie ik ook oude tegels. Ja. Nog onder, achter de andere tegel zitten. En kijk hoe stoffig het is. Ja, dat is wel heel stoffig allemaal. Maar goed, dit is dag 1. Ja. Dus die jongens die zijn lekker bezig. Ja, en nog lang niet klaar, want dit moet ook nog helemaal weg. Ja, en hier loopt ook stroom, daar. En die tegels moeten eruit en het bad moet eruit. Ja, ze zijn waar wij het kleine stukje hadden, hebben hun ondertussen al... De hele zijkant al weggehaald. Ja. Ik zag ook een container voor de deur. Ja. Laten we even, en hier nog eens even de pijpen. De pijpen en de wc ook al weg. Hier zit de wc nog een beetje. Ja, de wc nog een beetje. Jeetje, dag 1 is dat, hè? Ja. En dan hebben we beneden die container. Ja. Nou, eens even kijken. Zou je gelopen? Een grote. Ja, het is zeker een grote. Ik ga niet te dichtbij komen. Jij hebt nog wel schoenen aan, maar ik niet. Wat? Hoezo? Oh, ik weet niet wat er allemaal naast ligt. Ja, ligt niks. Zo, dus, er ligt aardig panel in. Dat aardig is, wat stenen dingen en alles en zo. Containertje vol met steenpuin. Ja. Hier de wastafel. Waar de wastafel? Oh ja. De douchebak. Wat vet. Hier nog meer, een douchebak. Daar ligt de wc. Of is de wasbak? Wastafel. Er ligt ook een blikje in. Ja. Douchekabels. Zo. Ja. Ligt van alles in? Kijk, zo zag die onderkant van die douchebak eruit. Ja.
Wat is daar? Waar is dat van? Ja, dat is, dat is andere platen. Dat komt niet van ons. Nee. Heeft iemand wat ingezet? Ja, zo. Hier ook. Dat is niet van ons. Nee. Dat heeft iemand er gewoon... Ja, heel erg gezet. Dat kan je niet tegenhouden. Nou, hey, top. Dit is dag 1 dan. Ja. Dus ik zal hem even terugdraaien. Zo. Aardig. Dit was alweer dag 1 van de verbouwing. 1-1. Morgen is dag 2. Morgen ja. Ben jij er niet? Nee, dus dan moet jij het even overnemen. Dan zal ik het even overnemen, het filmen. Ja. En dan, want morgen, jij gaat vanavond naar oma. Ja. Logeren. Yay. Yeah, yeah, dat is leuk. Dus dan komt dat helemaal goed. En dan morgen wil ik even filmen dag 2. En dan kun jij weer dag 3 en dergelijke filmen. Zo verder. Ja. Dus maar blijf ik ook een nacht slapen. Jij blijft ook mijn open slapen, dat klopt. Dus dat gaan we helemaal meemaken. Ja. Onderhand gaan wij blijven verbouwen. En laten we het jullie even weten. Yes. Einde dag 1. Dag 2. Goed, we zijn er terug. Jij bent bij oma geweest. Ja. Je hebt daar even een nachtje, avondje gelogeerd en een dagje. Ja. En wat is er gebeurd eigenlijk? Laat maar eens even zien. Ja, je tand. Kijk. Oh, ja. Kijk, de tand is eruit. Yeah. Die is weg. Hartstikke goed. Ja. En nu zijn we even naar de verbouwing. Want, Son, vertel even. Wat is hier allemaal gebeurd? Nou, korte versie hoor, niet te lang. Nee. De waterkraan is vanochtend vervangen, de hoofdleiding. Kijk, heel goed. Die ging niet meer dicht. Dus paniek in de tent. Zou ik gisteren komen, niet geweest. Vandaag gefixt. Ja, oké. Toen zijn ze verder gegaan met het breken in deze badkamer. Ja. Even een touwtje trekken. Ja. Zo'n lampsvel nu. Ja, ze hebben een andere lamp niet eruit. Zo, kijk eens eventjes. Ze hebben dus daar alle tegels eraf, hier tegels eraf. Daar de radiator weggehaald. Oh ja, die is een nieuw gat gemaakt. Naar. De andere kant. Kijken, ja. Naar daar. Opnieuw aangesloten dat het allemaal weer werkt. Oh ja, mooi, netjes. Is helemaal goed. Oké, heel goed. Dus de hele cv daar is weg. Ze wilde eerst nog nieuwe gaten in het plafond maken. Oké. Omdat die buizen ook niet aan deze kant van het muurtje zaten, maar aan de andere kant. Oké, ja. Waar we na weer in zijn, zei hij nee, ik ga het toch zo doen. Oké. Dus dat heeft hij hier bij deze gedaan. Heel goed. Overal gaan, alles gaat eruit. Dus de oude riool, zeg maar, daar zie je de riolering. Oké, ja. Wordt allemaal afgeslepen, gefreesd en alles komt er nieuw in. Zo. Ook allerlei oude leidingen die in muren zitten, gaan er allemaal uit. Wow. Komt allemaal nieuw. Zo. Al het PVC-spul wordt nieuw. Ja. Okay. Dus ook dit spul wat hier nu nog zit, ja. Gaan ze allemaal uitbreken. Zo, ja. De vloer gaan ze natuurlijk ook uitbikken. Zoals je ziet zat er hier ook nog een oude vloer onder. Ja, er zit ook nog een oude vloer onder. Ook dat gaat allemaal uit en dit wordt helemaal geëvaluëerd. Ik vind dit echt zo'n wc-print. Ja. Ja. Oké, nou, hij is lekker bezig. Nou, radiator is hier natuurlijk ook is weg. Weg. Dus daar hebben we ook geen last meer van. Allemaal weg. Zo. Ja. Muurtje hier kaal als kaal. Muurtje gaat eventjes aan de kant lopen, anders zit alles onder de troep. Oké. Okay. Ja. Nou, oké. Dan hebben we nog de andere badkamer. Ja. Dat is een beetje een ander verhaal. Oh. Dit was een rooskleurig verhaal. Oh, rooskleurig, ja. Dit is een beetje iets minder rooskleurig. We lopen even naar de andere toe. Ja. Dan hebben we deze badkamer. Ja, oké. Deze badkamer. Ik zie Duos. Nou, eigenlijk Paul is gaan breken en gaan zoeken. We hadden een nieuwe hoofdkraan, dus hij kon echt gaan bikken in de muur. Okay. Toen is hij begonnen met het bad half vol te zetten. Oh, zo. Die heeft altijd gestroomd om te kijken waar het water heen ging. En toen zijn ze hier gaan graven en gaan bikken en gaan hakken. Okay. En wat vond hij nou? Kijk, ik kan het hier heel goed zien. Ja, oké. Okay. Ik zal even dit schepje aanwijzen. Dit ding, kijk. Ja, hier hier zit een dopje op. Ja. Maar dit is gewoon lijm. Oké. Okay. Ze hebben dit gewoon met bouwlijmachtige, cementachtige troep, hebben ze gewoon zo dicht. Oh, echt waar? Ja, dit is niet het spul wat hierin hoort te zitten om een dop te dichten. Oké, maar dat is wel heel lang geleden dus. Dit is al heel lang geleden. Ja. Dit zat zeg maar in de muur, half onder de vloer. Kijk, want de tegels lopen hier, kijk. Ja. Dus dit zat zo. Oké. Dus het heeft altijd onder kunnen... Het heeft hier altijd, dus als je daar nu water in doet, ja, dan spuit het hier langs eruit. Oké. Okay. Dus Paul denkt, omdat dit een beetje omhoog loopt, ja, dat hier zeg maar een beetje een propje verstopping zit, mm-hmm, waardoor hij hier ietsje stuwt, daar krijgt hij druk van het bad en gaat het dus daar eruit spuiten. Oké. Okay. Nou. Heb ik nog een andere verrassing? Ja. Ja. Ik kom naar thuis en ik zeg tegen mij eens, volgens mij zie ik water. Waar dan? Maar hij zegt, volgens mij zie ik ook waterdruppen.
Dus ik heb dit er nu net onder gelegd, 2 minuten geleden. Ja, ja, ja. Die is zijknat. Oké. Okay. Hier komt water uit deze leiding. Oké. Okay. Kijk. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Dus deze waterleiding. En welke waterleiding is dat dan? Dat is een waterleiding die hier loopt. Ja, waar die heen gaat. Ik denk dat die daarheen gaat. Die gaat naar het bad toe? Ik denk dat het naar het bad gaat. Want dit zijn 2 leidingen. 1 heeft toch een aftakking, dus dit is een koud water. Koud dit is een water. Koud water. Dus de koud water. De koud dit waterleiding. Is de warme leiding. De koud waterleiding? Nee, het is de warme leiding. Oh, water. Het is de onderste toch? Die onderste kon ja, je vandaan. Ja, het is de onderste. Ja, dus het is de koud water. Daar komt die druppel vandaan. Ja, ja. Ja, druppel, het gaat best hard. Ja. Dus ik heb Paul gebeld. Joh, Paul, vraag je. Ja, wat gaan we nu ik doen? Ik zie water lopen. Ja. Het advies is, draai je hoofdkraan straks maar dicht. Oké. Okay. Hij zegt, morgen ga ik hier verder in hakken. Ja. En we moeten wel even de verzekering bellen, want het is groter. Hij zegt, ik verwacht zelfs nog wel een lekkage. Oh. Want hij zegt, de schade aan de andere kant van haar muur is zo groot. Jeetje. Dat hij verwacht dat er ergens nog een lek zit. Nou, zijn we lekker bij. Lekker dan. Nou. Want dit muurtje, zoals je kan zien, is dus tot zover nat. Ja, dat zie je. Ja. Dat is een beetje verkleurd. Dit is ook echt nat. Ja. De stenen zijn nat. Hij zegt dus, dit heeft al die tijd... Heeft dit gewoon gesijpeld. Gelekt. Gelekt. Wie weet hoe lang. Ja. Nou, we wonen hier na 3 jaar, dus dat is lekker. Maar ondertussen is alles wel steenvrij. Ja, alleen hier nog. Een stukje nog. Ja, want hier hebben we moeten wachten, want hier heeft hij natuurlijk de cv weggehaald. Verwarmingen zijn weg. Verwarmingen zijn weg. En daar heeft hij mee gewacht tot hij de cv eraf kon gooien. Jeetje, nou, Paul is wel goed bezig. Ja, ze gaan echt wel hard. Ja. Die 2 jongens die erbij zijn, hebben echt tering hard gewerkt toen Paul echt naar de bouwhof was. Ja. Allemaal. Dus, moet ook gebeuren. Hij heeft hier maar die muur is ook een beetje nat, zo te zien daar. Ja. Die is ook een beetje... Het is overal nat. Dat is de andere kant van jouw muur. Ja. Dus dat is het vocht wat wij aan deze kant zien. Heb jij aan jouw kant ook? Ja. Ja. Nou goed. Dit is ook vocht. Hebben we nog even de container, die zal ik vol zitten? Ja, zeker. Laten we eens even kijken. Nog even goud. En dan zijn we voor de dag. En de kamer hiernaast al helemaal vol met bouwspullen. Oké. Okay, stenen kijken. En die topmoeten en chips. Kijk, hier is al een beetje voorraad. Ja, zeker. Ze hebben netjes hier platen neergelegd. Ja, lekker. Nou, goed bezig. Ja. Toppie. Even naar beneden kijken dan. Beneden liggen die zakken ook nog. Ja. We hebben een container. En dan hebben we voor dag 2 weer heel veel laten zien. Ja, oh joh, is ook stoffen. En hier hebben we de container. Kijk, die begint al aardig vol te raken. Ja, dan. Kijk, daar liggen de verwarmingen. Ja, de verwarmingen liggen erin. Nou, dat ziet er goed uit. En alleen maar... Steenpuin. Steen en... Wel netjes opgeruimd door die jongens. Ja. Nou goed, dat is in ieder geval dus nu dag 2. Ik zal het omdraaien. Nou goed jongens, we zijn dus nu met 2 dagen verder. En het gaat echt wel heel hard. Het slopen gaat hard. Ja. Morgen ga jij naar open. Ja. Dus morgen zal ik eventjes jullie op een opdichtvlaagje maken. Ja. Donderdag zijn we bij je terug. Ja. En dan zit je halverwege de herfstvakantie alweer. Ja. Dan gaan we donderdag weer, kom jij weer nieuws. Ik zal morgen even tegen iedereen vertellen hoe het morgenstand is. Ja, voor nu dat. Is het eventjes dus dag 2. Ja. Klaar. Dag 3. Nou, we hadden het al een beetje beloofd. We zouden tussendoor vertellen. Bobby is er dit keer niet. Dus we gaan even vertellen wat er aan de hand is. Maar er is weer heel veel gebeurd, jongens. Er is heel veel gebeurd. Dus laten we beginnen eerst naar de badkamer hier naast Bobby de kamer. Yep. We gaan even zo. Ik zal even omdraaien. We hebben geen licht meer. Geen licht meer. Dus die doe ik even zo. Oké. Okay. Oké, zit hier. De vloer is helemaal af. Ja, de vloer is helemaal uit. Oké. Okay. Ze zijn hier begonnen met... kabels en leidingen nalopen. Okay. Komt erop neer, alles gaat eruit. Alles gaat eruit? Ja, niet goed. Niet goed. Niet goed. Niet goed. Oh, goed. Ja, pak ze wel. Okay. De leidingen in de vloer, daar is nog een afvoer. Ja, wat die is te smal. Die is 40. Ja. Die zou 50 moeten zijn, dus het werd hem allemaal net niet. Ja. Dus ze gaan opnieuw afvoer maken van hier en van daar naar de hoofdafvoer. Okay. Die daar in de hoek zit van de wc. Dus dat gaat goed komen, daar zijn ze wel even mee bezig, maar komt goed. Oké. Okay. En ja, alles is eraf. Die ja, muren zijn mooi en gaal. Ja, ja dus dat gaan ze weer helemaal opnieuw oppakken. Nou, top. Hierachter zijn allemaal nieuwe spullen binnengekomen. Daarachter zijn nieuwe, was ook. Allemaal voorraad. Ja. Oké. Okay. Allemaal binnen, de inbouwwc's, de kastjes, alles is al binnen. Oké, okay. Nou, dat is goed. Dus dat is goed. Hier de muren ook helemaal kaal. Ja, alles netjes. Oké, okay. Nou. Dan hebben we nog een andere ruimte. Ja, even een lampje uit. Maar die is, doe die deur dicht? Ja. Ja, laten we doen. Maar dan hebben we deze ruimte. Vertel, want dit is wat anders. Ja, nou, zoals je ziet, lekker alles weggesloopt. Oké, okay, maar dat ik zie een hele donkere vlek.
is water. Wat zeg je nou? Dat is allemaal water. Oké. Okay. Dat muurtje wat daar zit, zoals je kan zien, dat rode steen, dat is allemaal water. Dat is allemaal vochtig, overal water. Die waterlijn die vanaf daaruit ging naar die kant was lek. En de afvoer van het bad was net zo lek. Okay. En dan zul je denken, hoe kan het nou dat daar laag een lekkage zit en boven het water? Ja. Die badrand waar het bad ingehangen heeft, dat muurtje, is van die itonblokken, van die gipsbetonblokken. Okay. En je hebt continu... Die zuigen dat vocht op en daarom hebben we zoveel schade in het water. Dus het is gips wat omhoog zit. En wat is dat voor pijpje dan? Dat is de wasstaaf van Bobby. Ja. Ja, dat is van de andere kant. Oké. Ja. Eén grote ellende. Dus dat is het oude wastafeltje van Bobby. Ja, dus die gaat ook alles gaat uit. Nou, heftig. En daar zaten nu ook lekkages. In de vloer bleken de buizen ook niet goed te zijn. Dus ook daar zijn de lastpunten niet goed. Dus we gaan het allemaal eruit slopen. Afdoppen en klaar. En dan hebben we hier natuurlijk wel nieuw warm water nodig. Wat we nu dus afdoppen. Het idee is... Ja. CV-hok zit boven. Ja. Vanaf het CV-hok gaan we zo... naar de andere kant van het huis. Daar naar beneden in de andere badkamer. Ja. Daar komt als eerste het warme water aan. Vanaf de CV. En vanaf daaruit wordt ook zo... via deze koven naar beneden... is er warm water voor deze kant. Okay. Dus er komt een takking zo. Dus hier komt rechtstreeks naar beneden warm water. En die andere gaat zo warm water. Okay. En het koud water gingen ze morgen even uitzoeken. Met een metermassa kunnen ze het hier gewoon aftappen. Anders gaan ze het op dezelfde manier doen als het warme water. Maar van boven, van beneden? Vanaf boven. Oké. Okay. We gaan het zien. Maar water komt toch van beneden? Ja, maar het kan hier door de koof en ik kan een rondje trekken. Oh, zo. Nou, ze zijn hier wel lekker bezig. Ja. Nou, alle spullen zijn onderhand wel gearriveerd, hè? Ja. Het bad, de douchedeuren, alles is binnen. Bobbelie, die slaapt vanavond ergens anders. Ja. Dus hebben de opa's. Wij Bobbelie op de kamer hebben ook een uitdaging. Want? Oh. Die muur moet drogen. Die muur. En om die muur te kunnen laten drogen, moet er een bouwdroger. Dat is de andere kant van die muur. De andere kant van die muur, precies. Oké. Okay. Er moet een bouwdroger in. Die moet 24 uur per dag aan. En dat kan wel een weekje of twee duren, dat de muur droog is. Oh, zo. En tot die tijd kan ze eigenlijk niet in die kamer slapen. Want dat is een logeerkamer. Ja, heb je gezien hoe die logeerkamer eruit ziet? Ja, goed. Maar heb je gezien hoe de rest van het huis eruit ziet? Ja, nou dat. Oké. Okay. Dus we moeten even kijken hoe we dat allemaal gaan fixen. Okay. Het komt dan weer goed. Over een week of vier zijn we vast heel blij. Ja. Nu en nog kan even niet. Ja. Ja. Ga ik erin liggen, komt nooit meer uit. Oké, nou goed. Hé, hey, luidjes. Ik kom even terug in beeld. Dit was dag vier, drie. Drie pas, kun je nagaan. We zijn net begonnen. Ik ga hem even zo staan, een beetje rood dag. En dan hebben we morgen dag vier. Dan is Bobby weer terug, morgenavond. Dus dan zullen we jullie bijpraten hoe het op dat moment is. Ja? Maar zeker. Voor nu, dag drie. Ja, dag vier. Ja. Van de verbouwing. Je bent weer terug. Ja. Hoe was het bij opa? Leuk. Ja, was leuk? Ja. Ja, dat... Het was heel leuk. We gingen naar een kasteel helemaal zoektochten. En dat was echt heel leuk om te doen. Oké. Okay. Dus ja. Leuk. Nou goed, onderhand zijn we hier verder gegaan met de verbouwing. Ja. Er is vandaag weer van alles gebeurd. Dus we gaan maar even kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Het is donder hier binnen, want de stroom is eraf. Hier, ik heb het kabeltje. Oh, de vloer is weg. Ja, de vloer is weg. Ja. Wat is er vandaag gebeurd? Ik zal een klein verhaaltje vertellen. Stroompuntje hadden we gisteren al, heb jij gemist, maar is nu nieuw. Hier komt dus schakelaar en stroom. Uh-huh. Warme water voor de wastafel. Uh-huh. Kabeltje, witte kabeltje volgen, gaat daar het plafond in. Naar zolder. Oké. Net een cv-ketel. Mm-hmm. Aansluitpunten voor de douche. Mm-hmm. Aansluitpunt water voor de toilet. Wc. Stroom voor de elektrische verwarming. Kachel, ja. Hier ook naar het plafond gaan, want daar komt de stroom vandaan. Mm-hmm. Alle vloeren is eruit. Ja. En daar gaan ze morgen beginnen met het hakken van de vloer. Dat cement, zeg maar, wat erop ligt, dat beton, gaat allemaal uit. Dus morgen hebben we de hele dag Okay. Dus dat is zeg maar hier. Oké. Okay. Gaan we naar hiernaast. Oké. Okay. Kijk, dan hebben we hier. Ik zal even naast je komen staan. De andere badkamer. Ja. Dat ga je doen. Zo. Ja. Als je hier kijkt, hebben we hier ook een stroompunt gekregen. Mm-hmm. Daar zit stroom voor het kastje. Mm-hmm. Gaat zo naar boven. Mm-hmm. Lamp is heel veel. Douche. Mm-hmm. Wastafel. Uh-huh. Bad. Nee. Ik zie nog niks voor de wc.
koek niet. Nou, dan kom je misschien nog. Kom wat toe daar vandaan. Kijk, dus een theestuk op de straat. Achter het bad door. Ga daar langs. En daar hebben ze die muur helemaal weggehaald. Ja, ik zie het. En dat is nog steeds water. Oké. Okay. Nog steeds vocht. Maar dat vocht dan moet nog echt nog steeds weg, hè? Dat is wel een hoofdstuk. Dus als iemand een verwarming heeft. Nee, een bouwdroger. Een bouwdroger. Zo heet het. Ja. Verwarming heeft niet genoeg, maar het moet echt een bouwdroger zijn. Ja. En morgen gaat hier ook de vloer eruit. Oh ja. Gaan ze ook de drain er helemaal in hakken, hakken. Dus morgen krijgen we heel veel herrie. Nee, en nog een klein beetje stof. En dan zijn alle tegels ook gearriveerd, hè? Ja. Tegels zijn er, kastjes zijn er, alle verwarmingen zijn er nog niet. Ja, dat is waar, dus dat maakt op zich ook niet veel uit eigenlijk. Dus Paul is goed bezig. Nou, Paul is goed bezig. Nou, goed. Voor nu dus eventjes dag 4 was dit, morgen dag 5. Voor nu afsluiten. Ja. Jongens, nou, dag 5 van de verbouwing. We zijn onderhand, zoals jullie zien, naar Boels geweest. Ja. We moeten wat ontluchten en dergelijke. Dus dat hebben we even gezocht. We zijn eerst in Zoetermeer geweest. Ja. En toen daarna in Rijswijk. De Rijswijk, daar hebben we hem kunnen vinden. Dus we hebben meegenomen, was een kleine jongen. Wel loodzwaar. Ja. Dus dat gaat niet even worden. Dus ik zal even de jongens halen om te tillen, want die kunnen even helpen. Ja, en dan gaan we 2 weken gaan we hem aan het werk zetten. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. En dan gaan we zo meteen jullie laten zien wat er dan binnen is gebeurd. Yes. Allright, nou, je moet me even laten zien, Son, wat we dan nu hebben. Wat hebben we gedaan? Dit is natuurlijk nog steeds dag 5. Ja. Ik ben heel benieuwd. We hebben natuurlijk net die waterbak gehaald. Ja, klopt. Oké. Okay. Die zal ik zo meteen laten zien. Ja, ga eens daar. Laat me eens even zien. Ja, dit is dus slaapkamer. Ja. Achter een hoekje hebben we nu het apparaat gezet. Ja. Hier zo. En het apparaat dat zuigt dus de vocht eruit. De lucht. Aan deze kant de muur. Aan deze kant van de muur eruit. Ja. En hij blaast droge lucht weer erdoor. Oké. Okay. Dus het gaat. Zet hem eens even 1 seconde aan. Nou, dan maar aan. Schrijf gewoon aan. Doe maar gewoon aan. Kijk, dat wordt erbij. Zo. Oké. Okay. En dit doet hij de hele dag dus? Ja. Dit is de 24 minuten. Oké. Dus ja. Oké. Okay. Nou, en dan zuigt de lucht op. Ja. En dan zit in die bak eronder. Ja, hier. Daar komt het water in. Misschien of niet? Nou ja, daar heeft u een dagje aan het draaien. Ja. Zo, dat zit er aardig wat water in. Ja. Dat heeft hij allemaal onttrokken uit deze kamer. Ja. Uit de vochtigheid uit deze kamer. Ja. En hier komt dus het water, gaat dus die kant zo uit. Ja. Nou, prima. Dan gaan we nu. Laat me eerst even de andere kant zien. Dan ben ik heel benieuwd. Ja, is goed. Ja. Dit is dus de andere kant. Ja. Hier staat een hele grote ventilator. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, even kijken. Hier een ventilator. Ik zie al muren. Ja. Dus, ze hebben alles, zeg maar, alle slangen en leidingen hebben ze aangesloten. Zit allemaal aan elkaar. Ze hebben alle draden weg dicht die er niet meer in moeten. Dat gaat allemaal boven het plafond zo meteen. En ze zijn begonnen met zeg maar soort van stukken van de muur met een soort van cementachtig spul. Daar komen ze zo meteen de tegels tegen. Okay. Daar hebben ze ook nog een soort van lijmlaag. Kijk, je ziet ook 2 kleuren, een donkere laag en een lichte laag. Er is nog een heel dun laagje een soort van lijm overheen gegaan, zodat dit lekker glad wordt. Okay. Want die onderste laag heeft veel korrels en dan komt het in je lijm van je tegels en dat was allemaal verschrikkelijk. Dus dat wilden jullie niet. Hier komt dus de wc, daar zit dat grote reservoir op de achterkant, dus daarom hoeft hij die muur niet zo mooi te maken, want dan komt dat ding nog tegenaan. En dit is een stuk muur, een stuk oude muur waar hij hem gelijk mee getrokken heeft. Daarom is hij zo precies zo hetzelfde. Okay. Daar komt natuurlijk het bad, daar komt nog een hele nieuwe koof en daar komt natuurlijk zo meteen de douche in. Dus dat is stap 2 die ze maandag gaan doen. Dat is deze kamer. Ja. Ze zouden die, vandaag... Die ventilator die blaast dus die kant de vocht zo door de muur heen naar die andere kant. Ja, hij gaat gewoon, zorgt hier voor werveling. Ja. En dat is goed voor de andere kant. Dus hier moest hij aan om daar ook beter effect te krijgen. Okay. Hier staat de afzuiging ook aan. Dus ook gaat hier het vochtige lucht die gaat wervelen via onze eigen afzuiging ook naar buiten. Zo. Nou. En dan hebben we nog andere ruimte. Ja. Gaan we ook even kijken nog dan. Het is nu vrijdag. Dus een weekendje komt nog even rust. En dan maandag gaan ze weer verder. Ja. We gaan naar die andere. Ja. Dus dit is nog die andere. Ja. Kijk, hier is dus de andere. Ja, ik zal het lichtje maken. Dan gaan we hier langs. Ja, dan gaan we even voor langs. Ja. Dan hebben ze ook een lichtje. Kijk. Kijk. Ook hier hebben ze dus al een muur helemaal dicht.
Oké. Wastafel komt hier, hier in de muur zit al... Daar komt wastafel even? Ja, daar komt wastafel. Ja. Hier hoog in de muur, hier zit een stopcontact gebeuren. Oké. En daar zit dus ergens stroom voor het kastje. Ze gaan daar dat afzaagding gaan ze ovaal maken. Dat die boven het plafond komt. Dat is een hoekje, ja. De buis gaat natuurlijk door het plafond heen voor het water. En ze zijn hier dus ook begonnen met alle leidingen verder dicht te maken. En, goed bezig met gas in de muur. Daar in dat gat zat de oude afvoer. Okay. Dat gaan ze niet meer gebruiken, want het is zo slecht. Ze konden de bochtjes en de stangen zeg maar zo uit elkaar trekken. Okay, het lijm was niet het meer was goed. Helemaal alsof ze het met waterlijm hebben gedaan. Gewoon van die knutsellijm. Waterlijm? Ja, van die knutsellijm bedoel ik. Van die op waterbasis ellende. Dus er komt iets nieuws daar in die hoek. Ja, ze gaan het vanaf daar naar de andere kant leggen. Ze weten nog niet zo goed hoe. Daar aan de wc? Aan de wc, ja. Aan de hoofdafvoer. Dus ze zitten nog even te denken of we ze doorboren of niet, of dat ze het redden met de vloer. Nou, dat gaat Paul helemaal bedenken. Nou, Paul. Oké. Okay. Dus, nou, lekker. Ja. Nu een weekendje rust. Ja. Apparatuur aanstaan en dan maandag gaan de boys weer beginnen en dan wordt het dag 6. Ja. Voor nu even stoprappen. Ja. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!